Hallo allemaal, ik ben Sina Jens. En ik ben Tim Sanders. Wij zijn allebei studenten in onze tweede bachelor informatica aan Universiteit Antwerpen. En vandaag zouden we graag wat meer komen vertellen over één van onze vakken, namelijk compilers. We gaan proberen uit te leggen aan jullie wat deze precies zijn, waarvoor deze juist dienen en hoe ze werken. Kortom, how to talk to a computer. Voordat we kunnen uitleggen wat een compiler is en wat deze nu eigenlijk doen, ga ik eerst even wat moeten uitleggen over wat programmeren nu eigenlijk is. Ikzelf hoorde vroeger mensen vaak praten over programmeren met zelf eigenlijk weinig besef over wat dit nu eigenlijk was. Dus ik zou graag voor degenen die in dezelfde situatie zitten als mij toen, graag even kort samenvatten wat programmeren nu eigenlijk is. Simpel gezegd, programmeren is eigenlijk gewoon een lijst van instructies opstellen, deze dan aan onze computer geven, waarna onze computer deze instructies gaat uitvoeren en een output geven. Deze output kan variëren tot een simpel getal op het scherm, tot een volledig spel dat eigenlijk gespeeld kan worden. Dus videogames eigenlijk. Het is eigenlijk enkel gelimiteerd aan hoe goed dat je kunt programmeren en hoeveel tijd dat je het hebt om te programmeren. Maar hoe schrijven we deze lijst van instructies dan, zodat de computer eraan uit kan? Wij hebben een heel groot assortiment van programmeertalen die ons hierbij kunnen helpen. In dit voorbeeld gaan we werken met de programmeertaal C. Nu, ik heb hier als voorbeeld een stukje C-code dat ik even samen ga overlopen om uit te leggen hoe dat het werkt. Eerst en vooral zeggen we int x. Deze int x is eigenlijk om te laten zien van er bestaat een onbekende x. Vervolgens hebben we x is gelijk aan 4. We stellen onze x dus nu gelijk aan 4. Daarna hebben we x is gelijk aan x maal 2. Dus x is het dubbele van zichzelf. Belangrijk hier is om te weten dat elke lijn hier een aparte instructie is die achter elkaar wordt uitgevoerd. Maar, zoals sommigen van jullie misschien al weten, computers werken enkel met 0 en 1. Dus we moeten dit vertalen naar nummer en 1. Maar, hier gaan mensen niet aan uit kunnen. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Dus we hebben een soort van tussentaal gemaakt, waardoor dat mensen en computers er allebei toch een beetje aan uit kunnen. En dit noemen we assemblytaal. Maar wat is nu eigenlijk zo'n instructie? Als we bijvoorbeeld hebben x is 2 plus 1, zouden we dit kunnen vertalen naar de instructie addi in assemblytaal. Dus bijvoorbeeld addi register 2, 2, 1. Wat wil zeggen, doe 2 plus 1 en slaag dit op in register 2. Een register is gewoon een plek in onze processor waar we een getal kort kunnen opslagen om later opnieuw te gebruiken. Maar addi is een van de vele instructies waarover onze processor eigenlijk beschikt. Dus voeg er nog wat extra aan toe en we kunnen een werkende processor maken. Ook belangrijk om te zeggen is dat de reden waarom assembly zo hard aanleunt aan binair is omdat deze een vaste structuur hebben, waardoor ze heel gemakkelijk zijn om te vertalen naar binaire nummers. Als laatste hebben we ook nog de klok. De klok is een afwisselend elektrisch signaal dat aan en uit gaat. In de simpelste manier gezegd, de klok zorgt ervoor dat alle instructies mooi achter elkaar uitgevoerd worden. Stel dat we toch een constant elektrisch signaal zouden hebben, dan kan het zijn dat niet alle instructies perfect achter elkaar uitgevoerd worden. Als we nu alles wat we in de vorige slides hebben gezien zouden samennemen, kunnen we een soort van simpel werkende processor maken. Als een voorbeeld hiervan hebben we een stukje C-code vertaald in assembly-instructies en gaan we deze overlopen zoals een processor dit zou doen. Dus eerst en vooral, hup. We gaan verder en we komen LI register 2, 5 tegen. Wat dit betekent is eigenlijk steek 5 in register 2. En we gaan verder. We zien dat telkens als de klok het aangeeft dat we een stapje verder gaan. Vervolgens komen we terug een addi tegen. En zoals we weten, een addi is eigenlijk een optelling. Dus we tellen bij register 2 3 op en steken die terug in register 2. Waardoor dat dit 8 wordt. En we gaan verder. We kijken gewoon altijd naar de kloktiks en we gaan verder. Voilà. Dit is dus eigenlijk hoe dat een processor het ook zou doen. Nu kan men de vraag wel stellen, als assembly gemakkelijk is voor een computer om te begrijpen, waarom werken we dan niet enkel in assembly? Het antwoord hierop is vrij simpel. Rechts zien we een stukje assembly code, en als we dit gaan vergelijken met zijn corresponderende C-code, dan zien we dat C veel korter en overzichtelijker is voor de programmeur. Nu, als we weten dat in sommige C-projecten er meer dan 1000 lijnen code kunnen zijn, dan kunnen we al gemakkelijk zien dat assembly heel snel veel langer wordt en veel complexer. Dus we hebben een nood aan deze hogere programmeertalen zoals C.
dan is er ook nog de vraag van, waarom verstaat de computer eigenlijk geen C? De reden hiervoor is omdat C anders is gestructureerd dan assembly. Als we bijvoorbeeld if x plus 5 is kleiner dan 3 hebben, dan kunnen we dit al gemakkelijk opsplitsen in drie andere instructies. If x plus 5 en x plus 5 is kleiner dan 3. En zoals we daarnet hebben gezien, drie instructies tegelijkertijd, dat kan niet. Dus, hoe lossen we dit op? We zorgen ervoor dat dit vertaald wordt op een manier zodat deze drie instructies achter elkaar worden uitgevoerd. En hoe doen we dit? Wel, met de compiler natuurlijk. Ja, inderdaad, een compiler. Maar wat is dat nu eigenlijk en hoe werkt dat nu precies? Wel, een compiler is eigenlijk een soort vertaler voor ons. Het zet dus de code die wij hebben geschreven en die wij dus verstaan naar de computer niet, om in code die de computer wel kan verstaan. Nu, voor ons vak compilers hadden wij de opdracht zelf een compiler te maken. En nu gaan we voor jullie uitleggen hoe deze precies werkt aan de hand van een simpel voorbeeld dat wij door onze eigen compiler hebben laten vertalen. Dit is onze voorbeeldcode. Even de herhaling wat deze ook alweer doet. Deze lijn zegt ik definieer een x. Hier zeggen we x is gelijk aan 5. En deze lijn gaat eigenlijk zeggen wat er is opgeslagen in x, wat dus 5 is, gaan we plus 3 doen, wat dat dan resulteert in 8. En dat resultaat gaan we terug opslagen in x. Dus x is gelijk aan 8. Voor ons is het code met een structuur erin. Maar voor een computer is deze code echter niet veel meer dan een gewone tekst. Een opeenvolging van betekenisloze karakters. Dus, laat ons eens kijken wat er gebeurt met deze code in een compiler. De compiler gaat de code interpreteren aan de hand van bepaalde regels. Deze heten lexical rules en parser rules. De lexical rules zijn eigenlijk de woordenschat en de parser rules kan je zien als de grammatica van een taal. In dit geval dus een computertaal. Met deze regels kan de compiler een soort boomstructuur maken, omdat alles al wat overzichtelijker is en met deze structuur ook onze computer er wat beter aan uit kan. De boom heet een parse tree en die ziet er voor ons voorbeeld zo uit. Om duidelijk te maken hoe de boomstructuur net in elkaar zit, overlopen we even de voorbeeldcode. Int x in de boom is het dus een declaratie. X is gelijk aan 5 is in de boom een assignment. En als laatste, x is gelijk aan x plus 3 is opnieuw in de parse tree een assignment. In de parse tree staat echter vaak te veel informatie die we verder niet gaan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de puntkomma of de haakjes of accolades. Dus daarom gaat de compiler deze parse tree omzetten in een andere boomstructuur, wat een abstract syntax tree heet, oftewel een AST. En deze boom zal enkel de nuttige informatie bijhouden. Ook hier zullen we even duidelijk maken hoe de structuur in elkaar steekt en overlopen we nogmaals de voorbeeldcode. Int x kan je hier terugvinden. X is gelijk aan 5 zie je hier staan. En x is gelijk aan x plus 3 vind je hier. Zoals je ziet is het een veel simpelere structuur en veel overzichtelijker. En vanuit deze AST gaat de compiler verder werken. Als laatste gaat de compiler de code via de AST omzetten naar assemblycode. Onze compiler zet deze dan om naar LLVM, wat een specifieke assemblytaal is. Die ziet er zo uit. Maar omdat dit echter wat te moeilijk is om uit te leggen, hebben we het voorbeeld ook omgezet naar Simplified Assembly, wat iets verstaanbaarder en logischer gaat lijken. Eerst en vooral gaan we bepaalde zaken ook niet bespreken. Hierbij moet je gewoon weten dat deze stukken enkel voor het begin en het einde van de functie staan. Deze code is echter waar het meer om draait. Zoals Tim me daar juist al zei, zijn dit dus instructies die dicht aanleunen tegen wat een computer wel kan verstaan. We herhalen nog maar eens even wat deze assembly-instructies net betekenen. Deze lijn definieert x. De volgende zegt eigenlijk move de waarde 5 in x. Dus eigenlijk stel x gelijk aan 5. En dan staat er add 3 bij wat er opgeslagen is in x, wat dus 5 is. En move dan dat resultaat in x. Dus opnieuw stel x gelijk aan dat resultaat. Samengevat, hoe een compiler werkt. Je hebt dus een persoon en die heeft code geschreven. In dit geval is dat in C, maar dat kan in eender welke programmeertaal. Deze code wordt aan de hand van regels omgezet in een parse tree. Uit deze parse tree halen we dan enkel de nuttige informatie en slaan we die op in een AST. En uit deze AST genereren we dan assembly. En deze assembly kan dan een computer verstaan. Ja, en dat was het dan. Bedankt voor jullie aandacht. Wij hopen dat jullie het allemaal toch een klein beetje interessant vonden. En misschien ook jullie interesse voor de richting informatica heeft aangewakkerd.
Als er nog vragen zijn, mogen jullie die gerust stellen. En zo niet, dan wensen wij jullie verder nog een prettige dag.